Dus ben je daarvan bewust. Ten derde, onze webinars gaan op een strak tijdschema. Dus sluit uiterlijk om 5 uur. Dus in dat licht wil ik ook vragen of jullie je vragen kunnen bewaren tot het panelgedeelte en niet te interroperen tijdens de presentaties. De vragen stellen kan via de chat aan iedereen of door het woord te vragen aan de moderator Silva straks. Nou, hoe ziet het komende uur eruit? Allereerst zal Matthijs Baan van MJ Hudson een presentatie verzorgen over het ESG-speelveld, fondspositionering, verschillende standaarden en tot slot over de kansen die ESG bieden voor participatiemaatschappijen. Dit alles doet hij op basis van jarenlange persoonlijke ervaringen. Wie is Matthijs? Ik denk dat je zou kunnen stellen dat Matthijs Mr. ESG himself is. Hij is een van de founders van Spring Associates, het strategy consulting kantoor met een focus op duurzaamheid en ESG. En niet lang geleden overgenomen door MJ Hudson, waar hij nu managing director is. Voordat hij Spring mede oprichtte, werkte hij onder andere voor Booz & Co. en voor Shell. En hij stuurde natuurkunde in Amsterdam en deed een MBA aan INSEAD, wat in Parijs en Singapore is. De presentatie van Matthijs zal worden gevolgd door een presentatie van Bonnie van Wilgenburg van Forbion. En Bonnie zal inzoomen op hoe Forbion impact heeft geïncorporeerd in alle investeringsprocessen bij Forbion. En hoe Forbion in de toekomst impact reporting vorm zal geven. Kortom, zij neemt ons mee op de ESG-reis eigenlijk van Forbion. Nou, wie is Bonnie? Zij is associate bij Forbion. En voordat ze daar ging werken, deed ze een PhD infectie en immunologie aan de gerenommeerde University of Oxford. En daarvoor studeerde ze aan de Roosevelt College. En ik denk dat het in Middelburg is, maar dat weet ik niet zeker. En aan de Universiteit van Utrecht. En ik heb me laten influisteren dat zij als hobby heel graag marathons rent. Dus she packs a punch. Na de presentatie zal er kort tijd zijn voor een gedachtenwisseling tussen Bonnie en Matthijs. En Silva deze land treedt erbij op als moderator. En daarvoor bent u dan ook uitgenodigd om eraan mee te doen. Nou, wie is Silva? Dr. Silva Desalan is ESG Director bij Stafford Capital Partners. En daarvoor was ze Director Sustainability bij Robeco en Senior Program Manager Sustainability bij de Rabobank. Zij deed een PhD in Economics, Financial Markets and Institutions aan de Universiteit van Amsterdam. En last but not least zit zij in de NVP Responsible Investment Committee en trad zij ook op als jurylid van de NVP ESG Award. Nou, de voertaal van dit webinar is Nederlands, tenzij iemand dat niet spreekt, maar dan had ik dat nu waarschijnlijk al gehoord. De presentatie van Bonnie zal om praktische redenen in het Engels zijn. Waarom? Het werk rondom ESG en impact bij Forbion en de rapportage is in het Engels. En zij heeft jarenlang, of zij is eigenlijk opgegroeid, in Engeland en Australië volgens mij. Nou, voor haar staat dus iets praktischer, maar daarna kunnen we weer overschakelen naar het Nederlands. Genoeg over de introductie. Ik stel voor dat we beginnen. Matthijs, het woord is aan jou. Ja, dank Mark voor deze prachtige introductie. Een eer om te presenteren vandaag. Ik ga mijn scherm nu delen. Dat lukt mij, als het goed is, zo. Ja. Dus ESG en Impact Reporting gaat het over vandaag. Ik hoorde dat jullie net al eerder hadden gesproken over value creation en ESG. Dat is eigenlijk ook een onderwerp wat ons veel interesseert. Maar ja, dat formale tijden reporting, dat moet ook gebeuren. Dus laten we het dan daar vandaag maar eens over hebben. Maar misschien wel aardig om te noemen dat wij dus dat die dingen ook soms een beetje lastig vinden om met elkaar te verenigen. Want zoals wij vaak horen van partijen, dan hebben we het denk ik even over private equity firma's en venture capital firma's, en dat de hoeveelheid reporting een beetje uit de hand begint te lopen. En dat er dan ook nog allemaal LP's zijn die vragen stellen. De regulators die komen met allemaal dingen. Dus ja, het is een relevant onderwerp. En vandaag proberen we daar praktische guidelines over te geven. Wat inzichten over te geven. En dat zal ik doen na een kleine introductie van onze firma. Dat is door Mark al een beetje genoemd. We zijn begonnen in 2005. Sinds een 2 jaar nu onderdeel van MJ Hudson. En nu heten we dus MJ Hudson ESG. Couldn't it be more adequate? En zijn we heel hard aan het groeien. Nou, dat verbaast u nu ook niet. Want inderdaad, ESG neemt enorm toe. En krijgt enorm veel meer aandacht tegenwoordig. En eigenlijk wat we doen is we proberen zoals rechtsonder op deze pagina staat, een full range of responsible investing services te bieden.
die eigenlijk lopen van het maken van een policy tot en met inderdaad reporting en het reporten on progress, maar ook het helpen voortdrijven van die progressie. Nou, dat is eigenlijk iets waar ik zo meteen een beetje op inga, met natuurlijk een focus wederom op die reporting angle. Ja, dus wat ik net zei, in korte samenvatting, links, hè, lens on value creation, wat wij altijd toch proberen te doen, zeg, we zijn hier als service provider voor bedrijven en voor investeerders die ultimately het als doel hebben om waarde te creëren. En die waarde, dat is in de eerste plaats de financiële waarde, dus een return, die er gemaakt moet worden voor iedereen along the chain. Dus voor de companies, voor de managers en voor de investeerders achter die managers. En daar moet het mee te maken. Dat vinden we heel belangrijk. Nou, waar putten wij dan uit? Dat is uit een ESG, wat we noemen een ESG Solution Repository. We kijken altijd naar, goed, waar zitten er nou dingen die we hebben geleerd over de loop der jaren, die we kunnen brengen naar de bedrijven met wie we werken, zowel de investeerders als de underlying portfolio companies. Om te zorgen dat er dus ook daadwerkelijk aan de hand van de ESG-perspectief, aan de hand van het ESG-perspectief, waarde wordt gecreëerd in het bedrijf, in de core business van het bedrijf en van de investeerder, van de manager. Daarbij is het belangrijk om die alignment met al die standaarden te hebben, het derde blokje van deze pagina. En dat is wederom een grote focus voor het verhaal vandaag. En daar is natuurlijk een enorme wildgroei, of maar even een naam te geven, een groei aan standaarden die opkomen en aan requirements. En om dat te kunnen doen, is het laatste blokje, eigenlijk gaat het over heel veel over data. En dus de hoeveelheid data die er opgehaald moet worden, die eigenlijk verstopt zit in bedrijven, et cetera, moet daar uitgehaald worden en moet eigenlijk in een systeem komen te zitten waar vanuit je kan rapporteren op al die standaarden. Het goede nieuws is dat veel van die data die er gevraagd wordt, hetzelfde is. Nou, het slechte nieuws is dat het allemaal op een, laten we zeggen, bespoken manier naar de GP's toekomt. In de vorm van vragenlijsten, van what have you, de AIF's van deze wereld, maar ook allemaal pensioenfondsen. Maar ook misschien wel family offices, et cetera. Die willen allemaal dingen weten. Nou, wat wij aan het doen zijn, is te zorgen dat we dat allemaal zoveel mogelijk voor de klanten voor wie we werken kunnen opslaan in een database. Zodat het hier die database zich gewoon vult, waaruit je dan kan putten om te rapporteren aan al die mensen die die rapportages willen hebben. Nou, daarvoor hebben we dus in het verleden veel gedaan, of tot en met de dag van vandaag, met PRI, om daar naar te kijken. Eigenlijk zet PRI heel erg de standaard. Dat vind ik toch eigenlijk het belangrijkste initiatief om misschien wel hier te benoemen. En voor de partijen die daar al signatory van zijn, weten precies wat dat betekent. Dat betekent overigens ook weer reporting into de PRI. Maar daar zit ook wel waarde in, want PRI signatory zijn betekent dat je een streepje voor hebt tegenwoordig bij een hele hoop investeerders natuurlijk, die dan snappen dat je dan op zijn minst daaraan voldoet. Dus er zit een soort van self-fulfilling prophecy in het rapporteren op die standaard. Nou, en dan rechtsonder, we zijn natuurlijk super trots dat we af en toe eens een keer een prijsje winnen, maar dat vinden we nog niet eens het belangrijkste. Uiteindelijk gaat het toch om de waarde voor de klanten en dat dan wordt opgepikt door dat soort mooie platforms, is natuurlijk super. Maar we challengen onszelf wel om de hele tijd relevant te blijven. Nou, dat allemaal gezegd hebbende, dit zei ik eerder, er komt een ongelofelijke berg sustainability related. Eigenlijk zijn dit allemaal klimaatgerelateerde initiatieven op ons af. En dat gaat maar door. En de doelstellingen die er worden gezet, die worden steeds ik wil niet zeggen ambitieuzer, want eigenlijk heel ambitieus is het niet. Want we halen nog steeds bijvoorbeeld het Parijsakkoord helemaal niet. Maar op zijn minst zijn er steeds meer overheden die hun best doen om dat toch te doen. En dat ook om te zetten in regelgeving. En dan daar ook investeringsmaatschappijen aan onderhevig te maken. Nou, dat is één aspect. Daarnaast zijn er natuurlijk allemaal aspecten die nogmaals te maken hebben met de vragen van de investeerders in fondsen, et cetera. Nou, daarover zeggen wij eigenlijk het volgende. Wij zien heel erg in die keten
hoe dat werkt. Dus LP's, asset owners, hè, drijven vanuit hun overtuiging heel erg de GP's of de asset managers om met ESG aan de slag te gaan. Nou, dat komt uit verschillende, in verschillende vormen. Er zijn ook verschillende thema's die daar belangrijk zijn. Amerikaanse investeerders hechten belang aan andere thema's dan Europese investeerders, deels ook dezelfde. En eigenlijk, en dat zijn die pijltjes op deze slide, betekent dat vanuit de asset managers, vanuit de GP's, er een taak ontstaat om daarop te rapporteren, maar eigenlijk ook gewoon om te leven. Want we moeten niet vergeten, uiteindelijk gaat het weer om het leveren van een return, maar het gaat dus over het leveren van wat wij maar even noemen value en impact. Dus vandaag hebben we het erover. En dat is misschien een belangrijk aspect om te benoemen, waar het tot voor kort eigenlijk ging over het rapporteren aan zich, gaat het nu ook over het rapporteren van daadwerkelijke outcomes. En als je kijkt naar wat de PRI aan het doen is nu, die zijn aan het voorschrijven dat je dus vanaf nu ook gaat rapporteren op daadwerkelijke resultaten. Nou, goddank zou je kunnen zeggen, want anders waar gaat het dan over? Maar dat is wel belangrijk, want dat is een van de trends die ik vandaag wil benoemen om aan te geven van hoe het landschap eigenlijk aan het verschuiven is. Dus we hebben de trend van steeds meer frameworks, steeds meer regelgeving, steeds meer vragen van LP's. En we hebben de trend van, ja, maar waar gaat het eigenlijk over? Je moet laten zien dat je that you're moving the needle. Dat is zo'n mooie uitspraak altijd. Nou, ultimately zeggen wij over deze, aan de hand van deze slide, moet het op de plek rechtsonder van deze pagina moet het gebeuren. Dat is namelijk op de asset level, bij de companies. En dat is ultimately in deze keten waar de impact gemaakt moet worden. En dat legt weer een taak bij de manager, om ook daar te engagen en die progress te monitoren. En het legt weer een taak bij die companies om dus die data naar boven te krijgen en daarop te rapporteren, maar ook nog steeds om te leveren. Nou, allemaal overduidelijk, maar best wel een grote taak. Want ja, voorheen hoefde je hier niet zoveel zorgen over te maken en nu komt er toch echt iets bij wat een taak is. Nou, dat is natuurlijk waar wij dan op inspelen als bedrijf om onze klanten daarbij te helpen. En hoe doen we dat? Ik zei het in het begin. We beginnen linksboven met het maken van policies. Van oké, hoe gaan we dit aanpakken? Wat is onze ambitie, et cetera? We ondersteunen onze klanten bij het doen van due diligence op ESG. We helpen die engagement en monitoring uit te voeren. We doen in toenemende mate ESG vendor due diligences. En we zien ook dat dat, omdat er toch een bepaalde premium is op dit moment in de investeerderswereld voor groene investeerderingen. En dat is eigenlijk de derde trend die ik wil benoemen. En dat is ook eentje die ik heel belangrijk vind om te benoemen waarom reporting en reporting om impact belangrijk is. Omdat er in toenemende mate, en hoe lang het zal duren, we don't know. En misschien is het een hype, maar er is veel vraag naar investeringen die als groen kunnen worden gemarkeerd. En daar helpt natuurlijk ook de EU taxonomie bij, maar ook die drive van al die pensioenfondsen en family offices. En dan onderaan is dan eigenlijk de laatste stap in ons werk meestal, is dus inderdaad dat reporting, daar zoom ik even op in. Nou, wat wij zeggen is, we proberen altijd aligned te zijn met alle industry standards die relevant zijn. Dat betekent niet dat al die logo's aan de rechterkant, dat we die altijd inzetten en gebruiken. We monitoren zelf alles wat er gebeurt. Er zijn nog veel meer logo's die we hierop hadden kunnen zetten. Dat houden we in de gaten. We lezen de instructies, de boekwerken die uitkomen. En daarmee proberen we dus die samenvattend eigenlijk weer terug te gaan naar onze methode. Om te zorgen, daar gebeurt er dit. Dus dat moeten we dan zo meenemen in onze aanpak. Nou, zometeen ga ik in op een paar belangrijkste hiervan. Want het is natuurlijk een korte presentatie die ik moet geven. Dus ik moet opletten dat ik niet te lang erover praat. Het tweede punt wat hier links op de pagina staat, gaat over dat we dat ook tailor. Nou, daar komen we zo meteen op. Dus we hebben een voorbeeld zo meteen met Bonnie. En die zegt eigenlijk, we hebben dat allemaal, al die standaarden, maar we willen zelf ook iets wat past bij ons. Nou, natuurlijk kan dat. Nou, daar helpen we dan in sommige gevallen bij. In sommige gevallen doen de bedrijven het zelf. En het laatste is over die reporting. Het moet gewoon relevant zijn. En uiteindelijk zeggen wij toch tegen al onze klanten, alleen maar rapporteren om het te rapporteren. Soms moet je ook de vragensteller een klein beetje opvoeden en zeggen, waarom stel je deze vraag eigenlijk? Wat ga je daar eigenlijk mee doen? Dus voor zover de vragen logisch zijn en hetzelfde zijn en betrekking hebben op jullie strategie,
Of op de strategie van het bedrijf, of op de strategie van de investment manager. Ja, heeft het zin. Maar het moet ook nog begrijpelijk zijn. Want ja, in alle eerlijkheid, we zien soms rapporten dat we denken, maar ja, daar gebeurt hoegenaamd niets mee. Waarom zoom ik hier even op in, heel snel, omdat engagement en monitoring, daarin gebruiken we een framework wat belangrijk is, en dat is de Sustainable Accounting Standards Board. Daar kom ik zo meteen op. En ik zoom eventjes in op onze reporting outputs, want daarin hebben wij bepaalde modules die bijvoorbeeld de SDGs adresseren, wat ook de vraag is van veel LP's op dit moment. Niet van alle. Nou, dit zijn de vier frameworks waar ik eventjes bij stil wil staan. De PRI heb ik al iets over gezegd. De Sustainable Accounting Standards Board, TCFD, toenemende mate relevant. Als je signatory bent van de PRI, word je geacht ook te rapporteren op TCFD. En zoals ik noemde, de Sustainable Development Goals. Ik ga niet in op al deze woorden die er aan de rechterkant staan, maar heel eventjes aan de... heel even zal ik even snel gaan over bijvoorbeeld PRI. Waar gebruik ik PRI voor? Eigenlijk is PRI is eigenlijk gewoon een heel goed startpunt voor iedereen die met ESG aan de slag wil. Setting the stage. En daar staan definities op. Dan begrijp je een beetje waar het over gaat. En begrijp je gelukkig ook hopelijk daarna waar het niet over gaat. Want sommige van onze, nou ja, bijvoorbeeld Amerikaanse klanten, zijn toch nog heel erg bang dat ze daardoor bepaalde return moeten inleveren door iets met ESG te gaan doen. Nou, dat is helemaal niet het idee. Het idee is natuurlijk dat er ESG-factoren en issues worden meegenomen in het proces van investeren. SASB, noem ik het maar even. De Sustainable Accounting Standard Board. Hoe gebruiken we dat? Dus als er een vraag komt over wat moeten we daarmee? Eigenlijk is het een industry classification systeem dat je kan helpen om heel snel te bekijken wat zijn key ESG-thema's die op mijn bedrijf, hè, want het gaat over bedrijven hier, van toepassing zijn. En eigenlijk hebben we daar drie stappen, daar loop ik even heel snel doorheen. En dit is dan bijvoorbeeld een healthcare-example, niet voor niks voor deze dag, waarbij eigenlijk SASB handvaten biedt. Oké, dat is waar het bedrijf in zit, daar zijn iets van 77 industrieën gedefinieerd. En vervolgens ga je opzoeken voor die industrie welke categorieën van de E en de S en de G. En SASB heeft nog een aantal aparte subcategorieën daaronder, zoals je hier ook ziet, zijn relevant. Het is eigenlijk gewoon een aan-uit systeem. En wij vinden dat eigenlijk nog net niet goed genoeg, want dat is dan hartstikke leuk als een eerste stap. En dat is ook prima om te gebruiken. Maar eigenlijk wat wij dan doen is dat we zeggen, oké, vervolgens gaan we één stapje dieper naar het bedrijf kijken. Dan maken we een overview van de supply chain. En dan kijken waar zit het bedrijf in? Wat doet het bedrijf allemaal zelf? En dan zie je dus in het midden, zie je de thema's die voor het bedrijf zelf van belang zijn, waar het bedrijf zelf controle over heeft. En dan zie je ook apart eventjes de thema's, zeg maar upstream, om het even zo te noemen, hè, aan de kant van de suppliers van het bedrijf, en downstream aan de kant van de klanten van het bedrijf, waar men op moet letten. En wat we dan ook nog doen, is dat we daar vaak dan nog een weging aan geven, in de zin dat we proberen te kijken of die mate waarin het bedrijf eraan exposed is, hoog, medium of laag is. En dat is eigenlijk een belangrijke stap in ons proces. Zoals je ziet zijn het vier stappen aan de bovenkant van deze slide. Dat heet de ESG Materiality Test. En daarvoor is SASB een prettige tool. Daarna kijken we pas naar de performance van het bedrijf. Van oké, wat doet het bedrijf om zich op deze thema's te, bijvoorbeeld deze risico's te mitigeren. En als vierde stap zie je die roadmap. Dat is waar je mag zeggen, oké, en hoe gaan we nou naar de toekomst toe nog beter presteren? Ik rees even door naar de TCFD. Hier heb ik iets over gezegd. Dit is een steeds belangrijker wordend requirement voor met name natuurlijk tussen bedrijven die dus onder andere PRI signatory zijn, maar ook in toenemende mate voor andere bedrijven. Wat is dat? Het gaat over vier blokjes. Het gaat over hoe de klimaatgerelateerde risico's in het bedrijf worden geïdentificeerd en worden geadresseerd. En hoe ze worden gemanaged. Dan gaat het over strategie. En dat betekent eigenlijk welke impacten, zowel positief als negatief, worden er meegenomen door het bedrijf. Op welke wijze worden die vervolgens in de strategie van het bedrijf, krijgen die plek.
De derde gaat weer over de disclosure van een aantal metrics en targets. Dus met name weer natuurlijk CO2 vanzelfsprekend, dus de carbon footprint. Scope 1 en 2, voor iedereen die dat wat zegt, is dat hartstikke mooi. En scope 3, zoals gedefinieerd natuurlijk in de Greenhouse Gas Protocol. En wat voor KPI's daarbij horen, misschien onderliggend eraan, zoals misschien energy intensity, en hoe we die gaan reduceren, die CO2 footprint. En als laatste de governance. Dus hoe wordt eigenlijk hierop eigenlijk... hoe wordt dit gegoverned dat het ook daadwerkelijk allemaal gebeurt. Voorbeeld hiervan, ik ga er niet doorheen, maar wij doen dus dit werk voor sommige van onze klanten die dus die TCFD reporting nodig hebben. En in wezen is dat eigenlijk dan, dat zijn gewoon 4 blokjes, 4 pagina's met al deze punten geadresseerd. Dat is een werkje, maar het is, als je het 1 jaar gedaan hebt, is het jaar daarna eigenlijk wel te overzien. En dat wordt dan vervolgens natuurlijk geaggregeerd voor een fonds. Als laatste, wat ik eventjes wilde noemen, was die SDGs. Daarvan zien we ook een toenemende vraag van LP's. Die zeggen, goh, kun je vertellen wat voor contributie je maakt aan de Sustainable Development Goals? En we proberen dat ook wel middels een tool, proberen we dat eigenlijk... te koppelen. Maar wij zeggen eigenlijk, van ja, je gaat gewoon eerst met je eigen company aan de slag. Je doet gewoon je werk. Dan ga je kijken welke ESG-thema's zijn er material en wat doen we daarop. En daarna ga je kijken van oké, en welke SDGs raken we daarmee. En tenzij je misschien een impact investor bent, dan zou je het om kunnen draaien. Maar eigenlijk alleen in dat geval. En als een impact investment eigenlijk toch core is voor je bedrijf. En misschien, Formula komt zo meteen natuurlijk met een mooi voorbeeld ervan. Dan zou je daarvoor kunnen kiezen. Je kunt ook je eigen framework kiezen. En dat is eigenlijk wat wij waar we deze presentatie mee willen eindigen. Voor heel veel klanten is dat eigenlijk ook de oplossing. En die komen gewoon met een idee van, oké, fijn dat je al die standaarden hebt. Heel prettig dat we daarop kunnen leunen. Maar we gaan er toch ook iets mee doen wat voor ons werkt. Nou, met die laatste woorden wil ik eigenlijk graag Bonnie het woord geven. En als er mensen vragen hebben, dan kunnen ze zich tot mij richten of we horen het aan het einde van deze sessie. Dankjewel. Sorry, switching to English. So thanks, Matthijs. I'm sure we'll make sure to have time at the end for questions and discussions. But let me start with a little bit of a background on Forbion and indeed then Forbion's journey in relation to ESG and impact. Because impact and ESG has always formed an important part of Forbion's investments and operations. But first, very briefly on Forbion. So the team began operating in 2000, then known as ABN AMRO Capital Life Sciences, so the venture arm of ABN AMRO, but always focusing on investments that positively impact patients and society. Then in 2006, the group became independent and changed its name to Forbion Capital Partners. But given that responsible investing principles have always been important to Forbion, in 2012, Forbion set up the Responsible Investment Committee to really start implementing and formalizing its ESG policies. And investing in life sciences for Forbion has always meant to invest in companies that develop medicines for patients with unmet medical needs. And there's the conviction that making an impact in investing in medicine is core to that, and that societal value goes hand in hand with making an investment return. So taking this into account in 2017 and also reflecting on this, Forbion updated its logo so that you see here in the middle, which then now reads Forbion Impacting the Future of Medicine. And I will also briefly mention, actually, because Matthijs just mentioned the PRI. So in 2017, we then indeed also became a signatory to the PRI. But we were particularly motivated to find a way to further report on ESG and impact,
that reflected our investment focus and our approach to impact. So as Matthijs just showed, there are lots of different reporting standards, lots of different initiatives, often a lot of focus on climate, and the PRI definitely got us thinking on the many points that it seemed as if they were less relevant to us, but then later on MJ Watson also helped us to share how they could be relevant to us. But we were really looking for a way to also report on the life science specific measure. So this is then in the end where we concluded that with no other life science reporting standard being out there, we designed our own impact framework, which I will tell a little bit more about later. But then it remained important to us to also find a way to align with all the many different reporting standards out there. And this is where we then teamed up with MJ Hudson ESG last year, who helped us generate our first annual sustainability report. This really helped us to further integrate impact and ESG in all our operations. And for this report last year, together with MJ Hudson ESG, we engaged with our portfolio companies to create this and set up a baseline ESG screening, which now we are actively monitoring these KPIs and activities of our portfolio companies. So on the next slide, I will first take a step back, as it were, and explain what for us or what our understanding is of impact at Forbium. So we continuously look for the greatest patients' needs and where we, Forbium, can play an additional role in creating value. So at the core in the middle, you see in blue value, where we ask ourselves as a team when we look at an investment opportunity, is like, can we generate positive outcomes in medicines for patients? And what do our efforts mean for patients? And then for this, we notice, and I'll give you some examples later, we are also often drawn to opportunities or companies who are applying significant innovation in terms of creating novel medicines that can really sort of create a paradigm shift in the way, for example, a medicine is delivered to the patient. And then a second, in the orange, you see the word additionality. And this is also a little bit about how we view our role in the medicine ecosystem, and which is, in our opinion, that we help support the development of new drugs, so from scientific discovery to the market. So we try and look at opportunities where we see that we can actually add value and have additionality. And then finally, this is now referring to these other topics, ESG topics, of which we were questioning how does that fit in our ESG impact approach, is externality. So this is where we want to ensure that our portfolio companies are at least on the right side of change on these non-core topics. So this is now when I mentioned the climate change or diversity, for example. We make sure now that we do identify and monitor these aspects and make sure that our companies can improve on these. So it does also now form part of our impact strategy more clearly, but has always been part of our ESG policy. So on the next slide, it's a very brief overview. I'll go over quite quickly to just illustrate that this approach is now already part of our entire investment cycle. So already when we first look at an investment opportunity, so we get thousands, we review every year, an impact from the beginning plays an important role. So we do a screening where we keep this in mind. And then during our due diligence, we further evaluate the impact criteria. And this is where we use that success factor, which are 7 criteria I will show in a minute, but also a negative screening. So this is where companies can be excluded based on ESG checklists, which are aligned with industry standards. And then once we invest, we do try and really help the company to
drive the realization of impact. And again, I will give some examples in a minute. So maybe on the next slide, then I will just briefly touch upon these seven criteria that make up the success impact factor, which is, I guess, the sort of more custom approach for Forbion. So this is to, yeah, I mean, it assists and helps the investment team to look at the investments and the companies from an impact and ESG perspective. And we think these seven criteria capture a lot of it that's important in our industry. So the first S is for the severity of the disease, the unmet medical need, the cost savings potential, curative potential. We always will look at the ESG considerations, looking at the size of the patient population and the significance of innovation. Each opportunity is actually given a score for each of these factors, seven criteria, and it will result in a weighted average result. And this is also part of the investment committee proposal, and it's discussed in the investment committee, and also after an investment, it is reassessed annually. So it helps to keep ESG and impact in the forefront of our minds in the process. And then on the next slide, I just wanted to give you some examples of the value creation and additionality that I mentioned earlier. So the aim is always to bring the novel therapies to patients where there is an unmet need. And in order to make this happen, Forbion often has interim operational roles or always a board position, but also often exec chairman roles to achieve this. So for example, Dyne Therapeutics is a company in our portfolio that's really pioneering muscle-targeted therapies in quite an elegant novel approach, and also then now developing therapies for example, myotonic dystrophy patients, which now don't have any other therapy available. And we think it can also help many other muscle diseases. That would be a real value add as this company is now progressing towards clinical development. Another example of additionality is Replimune, or Forbion's contribution to, I guess, the field of oncolytic virus approaches. So this may be a bit technical, but in short, it's a very novel way of treating cancer. And Forbion was one of the first to build a company using this approach. And this company, Replimune, now has a therapy on the market treating, for example, melanoma patients. And then a very actual recent example is a company called Covicept, which is developing an oral drug against COVID-19. And this is also an example, I think, where Forbion takes a very active role in developing this drug. So this was all started at the start of the pandemic, where a couple of scientists from the University of San Diego, who we know quite well, discovered that this drug that is already available actually also turns out to most likely be very effective in treating patients with COVID-19, but has not yet been tested in patients. So with our help, now we're trying as fast as possible to develop this drug and test this in clinical trials, and then hopefully, if safe and effective, make available to patients, which is obviously not an easy task, especially not if for scientists, well, I can say because I'm a scientist, but if you don't have the experience or knowledge on how to develop this further. So at Forbion, we have, for example, three operating partners, and all these three operating partners are actively involved on weekly calls with the company, making sure that we develop this drug very effectively. And I'm pretty excited to say that we're about to start clinical trials for this drug in Brazil now. I also am quite closely involved with this company. So it's a nice example, I think. So on the next slide, we're now maybe touching a little bit more on the challenges of ES,
determining the relevant ESG themes, coming back to all these many different reporting standards. And I'm sure that everybody, he's in a similar position as I am at Formula, is that you'll see that you have so many different questionnaires from coming in from LPs, and it's pretty difficult to understand where you fit within this ESG landscape and how best to report on this. So even though we're very proud and happy with our success impact factor, we also realized there is a lot more out there. So this is where we worked together with MJ Hudson, and we took this five-step approach to identify the relevant ESG themes and KPIs beyond what we already were doing. So first, we looked at the industry ESG risk of Forbion compared to others, and then looked a little bit closer at these risks and selected the most relevant KPIs that we wanted to report on. So on the next slide, I will show you this a little bit better. And this is now nicely follows from the previous presentation, because here you can see how we, or MGA Hudson and Forbion, applied, for example, the SASB standard to our investment approach. So we operate in the life sciences. So it turns out that according to SASB, this is actually a relatively high risk industry compared to other industries. So this was actually somewhat of a surprise to us, or we hadn't necessarily seen this coming. So then we took a closer look at why is this then a high risk industry? So this is driven by various factors, including drug safety, access and affordability, ethical and safe research practices. And then certain ESG risks, as highlighted in this heat map on the right, are just inherent to our industry. So these are not things that we can do anything about. This is, or we can do limited things about. So then on the next slide, I will not go into detail to this, but this is exactly as Matthijs just explained, is that we took a deeper look, tried to understand of these most important risks, if and how they are relevant to Forbion, and how relatively relevant are they, and what is our exposure, what is our contribution to these risks, and with I mean Forbion and its portfolio companies, and then also making sure we have a policy on these topics and an assessment. That's sort of the process we went through last year or a couple of years ago. And then on the next slide, you can just see how we finally then distilled this into some key KPIs or factors that we wanted to measure and report on. So some of these relate to business integrity, quality assurance, research practices, but also things like human capital measuring, counting number of employees and employee turnover, but also climate change, looking at the carbon emission of our portfolio companies. So these are all things that are now incorporated into our annual reports. So on the next slide, I will not go into detail, but this is an example of a page of our annual report of one of our portfolio companies. So we highlight a short description of the company, illustrate the impact factor, report on the key figures, report on the ESG and the ESG progress. And also we always find it important to make sure we highlight sort of where the company is in terms of the development of the new medicine and how it has moved forward. I think rounding up now, finally, I just want to say on the next slide, basically, where do we stand now? So we are monitoring this.
these KPIs. We integrated this in our diligence process. We request quarterly information from our companies to track the progress. But then at the same time, we are continuously expanding these KPIs or considering which other ones we should add. And this also, again, sort of fits in with Matthijs, what he just said on you know, then at MJ Hudson, they're continuously looking at all the different reporting and standards and guidelines and then sort of integrating that into your own report and approach. But yeah, you know, it remains a standard and something that will be interesting to discuss in the panel on, you know, do we now with our report fulfill all these different standards and questionnaires? Probably not, but hopefully we can move towards sort of a more integrated standard. And I guess everybody's still finding their way in this relatively new ESG landscape. Dank Bonnie en Matthijs. Dus we hebben net gehoord wat de belangrijkste ESG-rapportageraamwerken zijn en standaarden en hoe die gebruikt kunnen worden in verschillende onderdelen van het beleggingsproces of van de waardecreatieproces in private equity. We hebben ook gehoord van Bonnie dat er steeds nieuwe initiatieven komen en vragen en principes. En als gevolg daarvan ook weer nieuwe verzoeken van de investeerders, van de LP's. En ik wou je eerst even vragen, Bonnie. Dus na aanleiding van dit mooie rapport, het traject met MJ, wat was de reactie van jullie LP's, van jullie investeerders op het rapport? Ja, de reactie was zeker heel positief, want ik denk dat zowel, ik bedoel wij zelf, maar natuurlijk ook de investeerders zijn ook volgens mij nog zoekende naar hoe zij weer op hun ESG en impact rapporteren. Dus ik denk dat het erg gewaardeerd wordt hoe wij daar heel proactief mee zijn omgegaan. En dat zie je ook wel terug in hun reacties. Dus we zijn ook vaak uitgenodigd om dit dan verder te presenteren. Ja, het is bij meerdere partijen gebeurd, dus er is ook wel veel inbound interest daarom. En je ziet ook, het is ook interessant om te zien dat er wat verschillen zijn in zowel de US en European LP's. Dus het lijkt dat Europa nu toch wel voorop loopt daarin, maar dat de US dan snel inhaalt. Dus dan hadden we voor de ook een verzoek van een US LP die dan net iemand had aangewezen om zich helemaal op ESG te richten. Het is misschien ook wel interessant om van Matthijs te horen of jij dat ook ziet. Dat er mensen worden aangenomen intern om dat te gaan doen. Ja, absoluut. En de verschillen tussen Europa en... Oh, zeker. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld diversity is gewoon een mega verschil. Dus Amerikanen hebben een bepaalde view op wat diversity betekent, die echt anders is, of tenminste deels anders is dan die in Europa. Sommige van onze Europese klanten die zeggen ja, wat de Amerikanen vragen, dat is gewoon verboden überhaupt om aan onze bedrijven te vragen. Over etniciteit bijvoorbeeld, ja, dat is toch een beetje een gekke vraag die we dan krijgen. En dus we zien daar hele gekke dingen soms. En sommige dingen, laten we wel wezen, zijn gelukkig gewoon wel echt heel erg hetzelfde. Alleen heeft het een ander labeltje. Maar de onderliggende data, CO2, footprint, is eigenlijk altijd hetzelfde. Gelukkig, scope 1, scope 2, scope 3 is lastiger. Maar goed, scope 1 en scope 2, emissions, is gewoon goed beschreven, snappen we. Kunnen we doen? Kunnen we jaar op jaar kunnen we dat rapporteren? En Matthijs, even erop aan te sluiten. Hoe adviseren dan jullie klanten om te gaan met aan de ene kant nieuwe verzoeken, dan speciale vragen of nieuwe thema's, zoals bijvoorbeeld de biodiversiteit, waar we zeker nog wat meer kunnen verwachten. Ja. In de toekomst. Dus hoe moeten partijen zoals Forbion, die nou iets moois hebben opgezet, wat werkt, voor hen in ieder geval, en de grotendeels van de klanten, dus hoe moet je daarmee omgaan? Goed. De eerste reactie is, stick to your own strategy. Hè. Kijk, je bent een investeringsmaatschappij en je hebt een core taak en daar moet je gewoon van uitgaan. En wat je daar omheen kan zetten, wat te maken heeft met ESG, is super. Maar het moet wel te maken hebben met je, wat Formel denk ik heel goed doet, met wat je strategie is. Dus ik zou altijd eerst gewoon
toch een klein beetje pushback geven aan een LP die zegt, nou, we willen graag dit of dat weten. Dat je zegt, maar hoe, op welke wijze heeft dat te maken met wat wij doen? En op welke wijze gaat u, meneer de LP, mevrouw de LP, dat dan gebruiken om er beter van te worden? Het moet iets te maken hebben met strategieën, met waarde en met impact. Dat is één. Tweede, ik zal het kort proberen te houden, antwoord is, kijk, als je in wetenschap gelooft, hè, het Bonnie gelooft in wetenschap, maar meerdere van ons doen, ja, dan zijn er bepaalde thema's, daar zul je niet aan, die kun je niet vermijden. En biodiversity, hè, dat wisten we een soort van zogenaamd nog niet, maar dat weten we nu wel. Dat heeft een hele grote impact op klimaat en op et cetera. Daar zul je iets mee moeten doen. Als je daar een impact op maakt, in negatieve zin, dan zul je daar mee dat moeten adresseren. And you cannot get away. Oké, maar ja, we weten ook dat je krijgt vaak verzoeken, ongeacht van de sectoren waarin je investeert, omdat het thema misschien belangrijk is voor de investeerder. En dus ja, wat moet je dan doen? Ik bedoel, kan je het negeren of toch gaan meten of proberen te rapporteren? Nou, dat is jullie advies normaal. Nou ja, goed, dat. Helaas is er natuurlijk niet een eenduidig antwoord op te geven. Als het een grote belangrijke LP is die dat vraagt, nou, dan zou ik dat gesprek aangaan wat ik net zei, maar dan het vervolgens waarschijnlijk wel gaan doen. Kijk, als het iets wat je toch niet kan vermijden, zoals bijvoorbeeld biodiversity, I'm sorry guys, maar dat zullen we moeten gaan doen, ja, dan moet je het maar beter ervoor voorbereiden dat je dat moet gaan doen. En inderdaad, bij iets als, nou ja, ik noemde diversity, hè, wat zo'n mooi woord is. Als voorbeeld vind ik dat dan moeilijker. Dan zou ik toch echt eventjes het gesprek aangaan. En het niet per se doen. Ik vind dat toch een keuze. Je hebt toch een lokale, hè, of een regionale positie in Europa. En als een Amerikaanse investeerder zegt, maar ik vind dat heel belangrijk. Ja, misschien past het niet. Ja. Ja, het is zeker lastig en het blijft wel een key issue. Want zeg maar, steeds meer van onze LP's hebben dan hun eigen vragenlijst. En dat wil je dan toch serieus nemen en serieus invullen. Maar ja, dat wordt wel een beetje een dagtaak gehouden. Dus dan, ja, het blijft een issue. Ik denk als je heel goed weet wat inderdaad je eigen aanpak is en inderdaad waar jij staat in relatie tot dingen die dan niet core zijn, dan helpt het wel heel erg om je eigen rapport te hebben, want dan kan je vrij kort zijn in je antwoorden. Je kan ook zeggen, nou, weet je, dit is non-core, zie ons rapport. En ja, dit meet, we zien rapport. Dus ja, we zijn daar wel iets makkelijker in dat we nu wel vaker daarnaar refereren. Maar ik denk dat het zeker belangrijk is en wat we ook doen en eigenlijk vaker zouden moeten doen, is inderdaad gewoon het gesprek aan te gaan, want ik denk dat dat het beste is. Want ik bedoel, niemand die doet dit omdat ze een check the box willen zijn. Ik bedoel, we doen het omdat we het belangrijk vinden en iets proberen te bereiken. Dus ik denk dat we dat zeker moeten doen. En dat is andersom voor ons ook zo. Dus wij als Forbion sturen ook weer onze selecte vragenlijst KPI's uit naar onze bedrijven. Dus dit is denk ik waar het heel belangrijk is dat wij ook dat in, met name de allereerste keer samen met onze bedrijven doen. Dus dat hebben we vorig jaar dan ook gedaan door die eerste keer gewoon met MD Hudson ESG dan een soort interviews op te zetten met onze bedrijven om een beetje te kijken, goh, hoe kijken jullie daarnaar? Hoe kunnen we je daarin helpen? En waarom vragen we dit? Dus ja, om dingen toch echt samen aan te pakken helpt ook wel. En dus als misschien advies aan anderen die dat proces nog niet hebben doorgelopen, hoe krijg je de bedrijven mee? Dus als je die vragen die binnenkomen probeert door te zetten aan bedrijven, aan management die naast alle andere dingen ook dit soort dingen moet beantwoorden. Dus hoe krijg je ze mee? Hoe laat je zien dat het belangrijk is of relevant ook voor hun? Ja, het blijft een beetje zoeken en het is natuurlijk voor elk bedrijf anders en ook weer voor elke participatiemaatschappij is dat anders. Ik bedoel, voor ons bij Forbion zijn de bedrijven waarin wij investeren nog vrij jong en klein vaak. Dus dan heb ik het over
bedrijven met 3 tot 10 mensen, vaak in een virtuele setup. Dus ja, het voordeel daarvan is dat je heel makkelijk zo'n gesprek aan kan gaan. Maar tegelijkertijd is hun, zeg maar, het level van hun ESG awareness en qua waar ze zitten, dat is er nog niet heel erg. Het is nog niet heel mature. Dus dat is dan tegelijkertijd ook een opportunity. Dan kunnen we daarbij helpen. Maar het is lastig, want ja, ze hebben natuurlijk allemaal heel druk en je wil ze ook weer niet lastigvallen daarin. Dus het is gewoon nog een beetje zoekende. Maar ik denk gewoon in ieder geval het gesprek aangaan helpt. En dan ook je positie te gebruiken, althans voor ons dan, omdat we die vrij dicht bij de bedrijven staan en dan vaak op de board of director zitten. Dan kun je natuurlijk daar, dat zijn dan ook wel momenten dat je deze topics naar voren kan brengen. Mm-hmm. En gezien de ontwikkelingen aan de ene kant in de wetgeving, in ieder geval in Europa, dan laten we zeggen vragen die je binnenkrijgt. Wat hebben jullie nou gedacht of bedacht dat het beste werkt? Gaan jullie nou jaarlijks een review maken van laten we zeggen, die ESG-templates en framework? Bedrijven of gaan jullie dat één keer in 2 jaar of naar aanleiding van iets anders doen? Of laten jullie het voorlopig zo? Vraag aan mij. Misschien eerst aan Bonnie en dan aan jou wat algemener. Wat is jullie advies aan private equity partijen en investeerders in het algemeen? Dus misschien eerst voor Bion. Hoe gaan jullie dat inrichten? Ja, ik bedoel, dit was natuurlijk ons soort van baseline, eerste keer. En we zijn nu bezig met het rapport voor volgend jaar. En dat is ook iets waar we dan ook weer in gesprek zijn met MJ Hudson. En ook zelf nog zoekende zijn. Maar dit is een hele goede baseline. En dan hopen we toch elke keer weer te refinen of verder te ontwikkelen. Toch up-to-date houden. Maar sowieso wel aan die KPI's die relevant blijven, dat ook te blijven monitoren. Want we zijn natuurlijk ook wel juist heel erg benieuwd om die progress te zien. Mm-hmm. En Matthijs? Kijk, ten eerste, onze positie is natuurlijk om ervoor te zorgen dat we altijd ahead of the game zijn. Hè? Dus dat we zelf al zien wat er gaat komen. En dat we daarin ook een inschatting maken van welke van de thema's, biodiversity is er eentje, zijn waarschijnlijk onontkoombaar. Zo kunnen er ook nog andere zijn. En de regelgeving, dus de EU SFDR, daar zitten we natuurlijk bovenop. En alle partijen die daar iets mee moeten, die zullen daar iets mee moeten. Hè? Dus dat is toch eigenlijk een soort van ook iets wat je niet kunt negeren. Wat we doen daarmee is eigenlijk zeggen, laten we de datacollectie zo simpel mogelijk maken. Hè? Noemde ik iets over in de presentatie, zodat dat niet te veel een burden is. En we proberen dat één keer in te regelen en dat we dat jaarlijks niet. Ja, je noemde kwartaal, Bonnie, maar ik denk dat wij zeggen 1 keer per jaar is over het algemeen voldoende voor al die metrics. En dat is wat we doen. Dus over alle must-haves, de must-haves voor de reporting, die moet je gewoon inregelen. En ik denk verder daarnaast is eigenlijk nogmaals de vraag van wat is relevant voor je bedrijven en voor jou als participatiemaatschappij. En komen daar thema's in naar boven die inderdaad externalities zijn, die opeens harder binnenkomen, et cetera. En daar zul je mee aan de slag moeten. Eigenlijk zijn dat misschien wel de 2 redenen om hooguit iets te veranderen en dat zo min mogelijk te doen. Dus eenmaal ingeregeld, laat het lopen. En as needed, probeer er kleine dingetjes bovenop te zetten. Maar niet te veel. Mm-hmm. En misschien even richting de afsluiting. Je hebt een aantal rapportagestandaarden en framework genoemd, zoals PRI, SASB, TCFD. Ik zou mensen erop attenderen als ze dat nog niet weten. Al deze partijen hebben heel veel publiek beschikbare tools en handleidingen. Dus de materialiteitsmatrix van SASB, die is gewoon beschikbaar met de standaarden voor specifieke sectoren, met toelichting waarom die relevant zijn, met KPI's.
PRI heeft allerlei handleidingen voor vanuit de private equity workstream en voor investeerders en voor participatiemaatschappijen in West Europe voor portfolio bedrijven waar je naar moet kijken. Dus vooral eerst gaan kijken wat er allemaal is, wat gebruikt kan worden. En misschien ter afsluiting terug naar jou, Mark. Misschien kan NWP, en dit webinar is eigenlijk een mooi voorbeeld van, ook helpen met dit soort kennissessies en nog wat andere dingen die vanuit de Responsible Investment Committee en NWP breder worden aangeboden. Dus ik wil graag vanuit mijn kant iedereen bedanken voor ik bedoel Bonnie en Matthijs voor jullie presentaties en voor deze discussie. Iedereen die erbij was voor de tijd. En misschien even terug naar jou, Mark, voor afsluiting. Ja. Nou, laat mij ook eerst allereerst zeggen, Silva, Matthijs en Bonnie, heel veel dank voor deze ontzettend informatieve middag. Geweldig. Ik zag dat er nog een vraag uit het publiek was. En die was, zijn de presentaties beschikbaar? Nou, voorafgaande aan deze call hebben we besproken dat het zo is. Dus die sturen wij jullie nog na. Oh, dag Robert, ook leuk jou te zien. Robert is een van de mede-organisatoren van vandaag. Een zitting in de Responsible Investment Committee. Dus die worden nagezonden. Dit is opgenomen, dus wordt ook nagezonden. En inderdaad, NVP blijft zich heel erg inzetten voor kennisdeling, informatieverschaffing, het voorzien van netwerk, et cetera. Dus dat tools en tips delen. Dus daar blijven we ons voor inzetten. Tot slot, en het is 5:00, dus ik ga hem zo sluiten. Tot slot wil ik je nogmaals wijzen op volgende week. Dat is de laatste webinar van de NVP ESG-maand. Tax in ESG. Schrijf je daar ook vooral voor in. Dus ik hoop jullie daar volgende week te zien. Voor nu nogmaals veel dank en tot ziens. Dank. Dag.